deze nacht van de geschiedenis, 22 maart 2016. Een dag die wij in België helaas waarschijnlijk nooit meer gaan vergeten. Wat er vandaag gebeurd is, is eigenlijk afschuwelijk. En ik denk dat het dan ook gepast is, voordat we beginnen, dat we enkele ogenblikken stilte in acht nemen om de slachtoffers van de aanslagen en hun naasten, familieleden, vrienden, de betrokkenen, even te herdenken. Dank u. Taal, kunst en geschiedenis. Dat zijn de drie pijlers waar de werking van het Davidsfonds om draait. En de nacht van de geschiedenis is ieder jaar een hoogtepunt als het gaat over evenementen met betrekking tot geschiedenis. Het is een van de grootste geschiedenis-evenementen in Vlaanderen, waar vanavond ook weer, misschien zijn er mensen die niet doorgaan, maar normaal op meer dan 200 plaatsen een evenement zoals hier georganiseerd wordt. Dit jaar staat de avond van de geschiedenis in het teken van de smaak. En voor ons is het eigenlijk een beetje een tweeluik. Want vorig jaar, 2015, bestond de toren, de kerktoren in Veerle, 500 jaar. En toen hebben we ook dezelfde spreker als vanavond, Ludo Helsen, te gast gehad om het verhaal van die toren te vertellen. Maar wat we vanavond te horen krijgen is eigenlijk een tweede deel wat aansluit op die 500 jaar geschiedenis. 500 jaar geleden werd Amerika ontdekt. En vandaar ook dat de titel van vanavond is de Columbiaanse wisseling of Columbiaanse omwenteling. Wat heeft het betekend, die ontdekking van Amerika door Columbus? En Ludo Helsen, bekend uiteraard als voormalig burgemeester van Laardal, als ex-deputé van de provincie Antwerpen, gaat ons daar vanavond over onderhouden. En eens even kijken, hoe heeft de wereldhandel van producten uit dat nieuwe continent ons beïnvloed? En eventueel, hoe is er, zijn er dingen in de omgekeerde richting gegaan? En welke zijn die producten? En bij het organiseren van deze avond hebben we enkele partners uitgenodigd. En in de eerste plaats is dat het bedrijf Mokapi uit Veerle, gevestigd in Veerle. Koffiebranders, die het aspect koffie, een van die nieuwe producten, zullen verzorgen. Anderzijds werkt het Davidsfonds voor deze Nacht van de Geschiedenis samen met Oxfam Wereldwinkel. En ook de mensen van Wereldwinkel zijn bereid geweest om hier vanavond aanwezig te zijn. En dat geeft ons de kans om u ook te laten proeven van die nieuwe producten. In casu, koffie bij Mokapi en chocolade bij Oxfam. Ik heb een beetje vandaag tegen deze avond opgekeken met wat gemengde gevoelens. Wij gaan spreken in de nacht van de geschiedenis op een dag die misschien zelf een feit in de geschiedenis wordt. Als ik de eerste keer met René Bloemen praatte over die 500 jaar toren, dan was René al aan het denken, aan het nadenken over hoe hij dat met de kerkfabriek mee zou willen helpen vieren en wat er allemaal zou kunnen gegeten worden. He? Ik dacht, ik moet toch wel die mannen wat beschermen en zien wat dat er toen bestond en wat er niet bestond. Want als we het historisch doen, dan moet dat ongeveer juist zijn. En zo kwam ik eigenlijk toch wel tot de verbijsterende ontdekking dat er in dat feest van 1515 altijd iets was dat kon gegeten worden en dat wij nog kenden, of dat er een aantal zaken die wij spontaan zouden beschouwen als zo nu echt kermis eten, helemaal in 1915. Dat was eigenlijk ook een dorp dat herrees uit zijn as. Want 1488 was dat dorp platgebrand. Er bestonden nog geen boeken van geboorte, van overlijden. We weten niet hoeveel mensen daar ingebleven zijn. De kerk bestond niet meer en van het dorp bestond geen enkel huis meer. Maar 1515
Ja, was die kerk er terug? En was die grote sterke toren er terug? En eigenlijk zou dat wel eens symbool kunnen zijn voor kracht van mensen die na rampen toch ook wel terug staan en terug dingen doen waar de toekomst of waar de mensen achteraan dan verbaasd over zijn. En ik heb dan ook, 1515 is mijn vertrekdatum, is mijn maandgetal. Ik heb die lezing dan genoemd, hoe na 1515 de wereld veranderde. Terwijl er veel verder aan de kerk op te bouwen. Dat moet je altijd aan denken. Die Columbus is aan het varen op het moment dat dat dorp van velen van de kaart geveegd is en dat de mensen stilletjes aan hun huizen aan het bouwen zijn, die weten dat je de Columbus waarschijnlijk. Hè? De Spaanse koningen weten van de Columbus, dat die velen naden. Die weten, en ja, die zaken toch, aardappelen, tomaten, ja, die zijn wel een niet meer weg te denken onderdeel van onze voeding geworden. Hè? Van onze voeding, van onze Europese voeding. Wat zou Italië zijn, wat zou Italiaanse keuken zijn zonder tomaten? Ik denk dat is dat. Van een kaartje weg. Van een kaartje weg. Dus wat dan nu een typische Italiaanse keuken is, als die mannen een kerkentoren hadden gehad in 1515, hè, die hadden nog veel meer problemen gehad dan wij. Om iets wat soelen bij te krijgen om voor te zetten. Hè. Dus maar ze namen niet alleen voedsel mee voor de Europeanen, ze namen ook manioc mee. En andere dingen die eigenlijk nu achteraf de basis van het Afrikaanse voedsel geworden zijn. Dat komt ook in Amerika. Afrikaanse manioc voor 1515. Hè. En vanuit Afrika hebben ze dan weer bananen meegebracht en suikerriet en koffie meegebracht. Die zijn ook mee over de oceaan namen, die zijn ook mee naar Amerika namen. Ja. En ook mee het gezicht van Amerika geworden zijn. Want als we nu spreken van waar komen de chiquitas vandaan, die komen van de grensstreek van Panama en Costa Rica. En fifers die komen daar ook van, langs Engeland dan. En wanneer je het woord café zegt en je zegt daar do-achtig of de, hè, dan kun je voor heel veel Amerikaanse landen de koffie vinden die daar blijkbaar het merk van het land is. Hè? Café do Brasil, Café de Colombia, nooit een wielerploeg geweest geloof ik, hè? Café de Costa Rica enzovoort. Dus die bestond daar ook niet, die mensen hadden nooit van koffie. Wij zijn de eigenaars van koffiebranderij Hockepie, een makkelijke koffiebranderij. We hebben sinds een goed jaar de koffiebranderij overgenomen van Guido Amiandrit. Een ambachtelijke koffiebranderij, u, wat verstaan wij daar, of wat is onze visie over een ambachtelijke koffiebranderij? Was toen wij anders dan dat de grote industriële branderijen doen. Wij branden kleine hoeveelheden, lage temperaturen en iets langer. Dus wij roosteren eigenlijk onze koffiebonen. Dus dat is voor wat wij zeggen. Het verhaal dat wij brengen in onze koffiebranderij is het verhaal van koffiebes tot koffie in je tas. Wij hebben 15 verschillende koffies. En al die 15 verschillende koffies kan je daar wel eens ter plaatse komen proeven. Van die 15 koffies hebben wij er 2 bij vanavond, omdat we ze allemaal niet kunnen meebrengen. Eentje daarvan is Java Mocha, de naam Java Mocha, is een erkend streekproduct. We hebben ook het label voor gekregen. Is een mengeling van een Braziliaanse koffieboom en eentje uit Guatemala. Het is een zachte koffie, het is al sinds zacht gebrand, maar ook de afdronk, de soort koffie, geeft een heel zachte smaak en afdronk. De tweede die we bij hebben is eentje waar daar straks ook al over gesproken is. Het is eentje uit Cuba, een Café Cubano. We hebben die ook bij, die Café Cubano. Is iets intenser, geen bittere, geen zure, maar een lekkere koffie. Als je je ogen dicht doet en je ruikt eraan, zou je eigenlijk geroosterde amandelnootjes moeten maken. Dus als is niet anders. Dat wij in die uitwisseling niet alleen voorwerpen hebben uitgewisseld, maar vaak ook manieren van doen. De manier van handel drijven, hè, en het gebruik van geld enzovoort. Hè, want de Amerikanen die hadden een andere basis van handel, namelijk cacaobonen.
die hadden bewijzen van een slaaf, was ik weet niet wat kan gaan doen. Allee, als je kijkt naar de wijze waarop die hoofdstad van de Azteken was gebouwd in Mexico, dan is dat totaal anders dan bij ons een stad eruit zag. Koffieplantages en suikerrietplantages in Hispaniola, nu de Dominicaanse Republiek, is dat de grond van hun economie, suikerrietplantages. Rum, dat je zo lekker dingen kunt maken, dat bestond eigenlijk daar niet. Je zag precies in Jamaicaans en uit de Caraïben enzovoort, dat is allemaal later gekomen. En ja, paprika zie ik ook aan Amerika. Dat kan nu Hongaars klinken en we denken dat het zo bij komt. Nee. Maar daar hebben we de pas in de vierde instantie gehad. Appelsinen. Ik heb nu bewust appelsinen geschreven en niet per sinaasappelen, omdat de oorspronkelijke naam appelsien juist is. Hè? Dus in het Nederlands, en dat is verspreid geraakt in veel talen, was dat een appel die men in China gehaald had. Sinaasappel is maar een aanpassing. Maar gewoon uit het Nederlands, omdat het vooral de Nederlands geweest zijn in de tijd van de Verenigde Nederlandse Republiek, die vanaf de 18e eeuw de grote handelaren werden van West-Europa en die sinaasappel meegebracht hebben, verspreid hebben over Noord-Europa. En anderen die sinaasappelen van het oosten hebben meegebracht, zijn natuurlijk ook de Portugezen geweest. En weet je, de Spanjaarden, maar de Portugezen. Dus daarom zijn er ook heel wat talen in de wereld die het woord sinaasappel niet kennen, maar die een verwante van Portugal gebruiken als sinaasappel. Het Turks bijvoorbeeld zegt tegen de sinaasappel een portakal. Portakal, dat is duidelijk. Grieks is ook portokali. Dat is ook allemaal Portugal. Dus in de geest van de wereld komen die sinaasappelen van Portugal. Maar ze komen eigenlijk van China en ze zijn door de Spanjaarden meegevoerd naar Amerika. Ananas. Ananas, er was alleen in Amerika van ananas. In Hawaï, waar dat nu ook veel ananasplantages zijn, was geen ananas. En wat zou het leven onaangenaam zijn als er geen chocolade meer moest zijn? Hè? Dus dit zijn tomaten, aardappelen, cacao, maïs, paprika, aardbei, kalkoen, tabak. Dat zijn mooie voorbeelden van zaken die uit Amerika komen allemaal. Bestond in Europa, die bestond in Azië, die bestond in Afrika. En dan de derde zijn eigenlijk zaken dat wat dan nu Amerika voor een stuk meer bekend is, maar die eigenlijk ook niet van Europa komen, die via Europa naar Amerika gegaan zijn en dan vaak terug naar Afrika gegaan zijn. Maar ik wil beginnen met dat paard. Hè? Ik denk dat Columbus, als hij de tweede keer terugging naar Amerika in 1493, dat hij dan paarden bij had. Dat is het eerste paard dat er echt in Amerika aangekomen is. Ik heb u al gezegd, de Amerikanen, ik zal nu de Indianen Amerikanen noemen, die spraken nog van iets als paarden, maar de paarden waren inderdaad daar al lang uitgestorven. En het is bij die tweede reis van Columbus dat die paarden daar teruggeraakt zijn. De aardappel is in Europa basisvoedsel geworden, ook omdat die heel veel energie had en kon laten opslaan in de vorm van zetmeel. En die knollen konden dat zeer lang bewaren. Wij hebben spijtig genoeg niet gedaan dat ik de Engelsen en die mooie oorspronkelijke naam potappel, wel in het Vels, potat, hebben hier niet voor gezongen. We hebben het vernederlandste, maar eigenlijk verfranste pomme de terre overgenomen, dat voor niks nodig was. Dat beter patat dan gezegd, dat was juister geweest. Maar dat is het eigenlijk op wereldniveau, hè, niet alleen bij ons. Maar op wereldniveau is dat wel het belangrijkste voedsel geworden dat er op de wereld bestaat. Ik zou zeggen, na rijst, na tarwe en na maïs. Wel, die aardappel die komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Hè? Niet uit Midden-Amerika, maar uit Zuid-Amerika. En in een aantal Europese landen is bij ons thuis, hè, bij Hilde thuis, dat ik eten krijg, daar is dat ook de basis van het voedsel geworden eigenlijk. En zoals in veel huishoudens in België, in Nederland,
In andere Europese en andere landen is dat ook vaak groen, omdat je kunt er kiezen, ofwel aardappel, ofwel slaap, wel iets anders. Maar bij ons is dat nog veel verder geraakt, is dat een basisonderdeel van het voedsel geworden. Wel, die sheep potato, die komt ook van Zuid-Amerika, is die naar Noord-Amerika gegaan. En heel snel, na 1530, heeft iemand aardappeltjes en een aardappelplant meegebracht naar Spanje. Op dat moment groeide die in Chili en in Peru. En dat was voor de Amerikaanse inwoners nog één groot voordeel. Waarom dat zij aardappelen hadden, waarom dat zij eigenlijk zoveel aardappelen hadden. We hebben dat nu gezien, de Inca's, eigenaardig. De Inca's die woonden niet in de vlakten, de Inca's die woonden in de bergen. Maar in die bergen zijn er ook in het Amerikaans plateau zo heel veel plateaus, hoogvlakten. Hè. Wel, een aardappel is het ideale, is de ideale groente die ook heel goed groeit, hoog. 3000 meter, 3500 meter. Patatten, gelijk niemand nog patatten heeft. Hè. Nee, zo goed patatten. Dus dat hadden de Inca's ook. Dus op die grote, hooggelegen valleien hadden zij veel aardappelen staan. En 1536, de eerste aardappel komt in Spanje aan. En het zijn vooral de paters, de kloostertuinen, die daar iets gaan mee doen. Ja, die hebben zo meestal, er zijn nog kloosters, zo oude kloosters, hè, die daar hebben zo een tuin met geneeskundige planten in. Daar stond hier patat bij. Hè. Bij al die dingen van 12 vingerkruid en wat is, daar stond de patat elkaar met naast. In de tuin van de paters. En ja, stilaan is dat ook een plant geworden, maar dat men met verplanten enzovoort toch wel inzag en wist dat de mensen in Amerika dat altijd gegeten hadden, dat men dat gaan eten is. En ja, zo is in Vlaanderen de eerste aardappel geteeld in Mechelen, in de tuin van Pitsenburg, 1588 in Nederland, uiteraard een beetje later. En ook vooral vanuit Nederland is er een grote handel in aardappelen. Smakelijk.